Ik ben Anne Goets van Automotive en ik help bedrijven die tijdelijk hun management willen versterken. Een vorige video ging over KPI's, meetpunten om je resultaat te verbeteren. Deze video gaat over het vervolg. Hoe optimaliseer je processen zodat je rendement ook echt verbeteren kunt? Deze video gaat over procesoptimalisatie. Een proces is een opeenvolgende reeks van stappen met één gezamenlijk doel. Weet je wat dit is? Een stappenteller. Mensen maken het vast aan de kleding, gaan eind lopen en het doel is om zoveel mogelijk stappen te maken en daarmee zoveel mogelijk energie te verbruiken. Procesoptimalisatie is eigenlijk precies het tegenovergestelde. Met een beperkte capaciteit en in zo weinig mogelijk stappen je doel bereiken. Want hoe meer stappen een proces telt, hoe langer het duurt en bovendien hoe groter de kans dat er wat misgaat. Om nou te bepalen welke stappen effectiever kunnen of misschien zelfs overbodig zijn, zul je eerst het hele proces moeten ontrafelen. Laten we er even een plaatje bij pakken. Je kunt een proces ontrafelen tot een lange keten van losse stappen. Het blijkt echter nogal lastig om een stap weg te halen, want je verbreekt meteen de keten. Neem bijvoorbeeld de reparatie van een auto. Het is een technisch proces gericht op het oplossen van een probleem. Diagnose stellen, dingen vervangen, dingen afstellen enzovoort. Is er ook het administratieve proces. Afspraken inplannen, tijd registreren, betaling verwerken, stappen die vooral moeten kloppen. En als je vraagt wat dan het belangrijkste is, dan zal de technicus zeggen dat het uiteindelijk om de reparatie gaat. De administrateur zegt van ja, zonder administratie geen geld. En ze hebben allebei gelijk. Maar er is nog een derde proces. Het proces van de klant, die constateert dat er iets niet in orde is met zijn of haar auto. Via stappen als oriënteren, prijzen opvragen, is het doel om zo snel en goedkoop mogelijk weer optimaal gebruik te kunnen maken van zijn eigen auto. En anno 2016 zijn we met elkaar er wel uit dat het proces van de klant het allerbelangrijkste is. Als die niet komt of niet tevreden is, heb je niet deze proces nodig. Het hoofddoel van alle processen is dus dat de klant zo snel mogelijk en voor het bedrag dat hij of zij bereid is te betalen, weer optimaal gebruik kan maken van zijn eigen auto. Het optimaliseren van een proces betekent dan dat van elke stap wordt bekeken wat deze bijdraagt aan het hoofddoel. En stappen die niets bijdragen, zullen in ieder geval heel kritisch moeten worden beoordeeld. Misschien kunnen ze weg, of misschien kunnen ze worden samengevoegd. En daarmee begint de echte optimalisatie van het proces, gericht op tevreden klanten. Elk bedrijf kent zijn eigen unieke processen. Optimalisatie is dus maatwerk. In elk proces zijn in de loop van de tijd overbodige stappen geslopen of juist blijven hangen. Zorg ervoor dat je in ieder geval wat afstand neemt. En houd er rekening mee, het kost ook wel even tijd. Maar in veel gevallen betaalt zich dat dubbel en dwars terug. Als u tijdelijk wat extra capaciteit in wilt zetten om het goed aan te kunnen pakken, wellicht kan ik iets voor u betekenen. Ik help u graag.